Vandaag luisteren we naar het verhaal van Theo Zwinderman. Schilder en schrijver, maar bovenal een enorm liefhebber van Tsjechov. Theo, wat maakt jou zo'n groot fan van Tsjechov? Tsjechov was namelijk niet moralistisch. En dat is een heel belangrijk punt. Tsjechov kon dus echt zonder een duidelijke moraal een fantastisch verhaal schrijven. En daarom raakt heel veel werk gedateerd als het een hele sterke moraal heeft. En dat is de grote kracht van Tsjechov. U heeft zelf ook een schilderij gemaakt van Tsjechov. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, ik heb deze ooit getekend uit bewondering voor Tsjechov. En als je naar de tekening kijkt, dan kun je zien dat het linkeroog wat uitgeblust en dood lijkt. Terwijl het rechteroog enorm levenslustig, intens, onderzoekend is. En dat was natuurlijk het dubbele in Tsjechov. Beïnvloedt Tsjechov ook uw leven? In zekere zin wel, die enorme levenslust en dat leven met de dag, dat fatalistische van het in iedere rust zitten, leven met de dag, morgen kan het afgelopen zijn, dat had Tsjechov zeker ook.